Cario, van harte gefeliciteerd met de opening van een totaal vernieuwde Eibeschool. Ja, een complete verbouwing hier op school. Ja, dat klopt inderdaad. Het was echt nodig. De school is van 1972, dus er moest ook echt wat gebeuren. In de tussentijd zijn er wel wat kleine aanpassingen geweest, maar een echte grote renovatie niet. Ja, en de school moet nu gewoon weer 20 jaar vooruit. We staan ouders in de keuken. Ja, dat klopt. We staan hier in de keuken. Het is onderdeel van de centrale hal. De keuken zat vroeger op een andere plek. Nou, daar hebben we nu magazijnruimtes gecreëerd. We hebben de personeelskamer wat ingekort. En daar hebben we dus de vernieuwde keuken nu gemaakt. En daar zijn we ook heel blij mee. Het klinkt misschien heel simpel, maar we hebben bijvoorbeeld nu een kookplaat. En dat hadden we nooit. Ja. En die hebben we wel hard nodig, want we hebben een moestuin ook. En daar wordt van alles gekweekt. En er moet ook wat mee gedaan worden. Dus we hebben Daniel Polman van Proefkamer Dreesdal, die hier ouder is, maar ook tevens chef-kok. Dus die gaat regelmatig met de kinderen ook samen koken. En dat is mooi dat we daar nu ook een mooie plek voor hebben. Maar wat is er nog meer aangepast op school? Alle lokalen die zijn helemaal gestript. Dus dat betekent nieuwe plafonds, nieuwe vloeren, muren zijn geverfd. Er zijn doorbraken gemaakt in de school, zodat er werkpleinen gecreëerd konden worden. En de toiletten zijn allemaal opgeknapt. Met andere woorden, ik heb hier een hele blijde directeur staan. Ja, ik ben super trots. En niet alleen trots op het gebouw, maar ook op de leerkrachten, de kinderen, de ouders die er allemaal bij betrokken zijn. En dan heb ik het niet alleen over de verbouwing, maar we zijn gewoon een school die volop in beweging is. Mooie ontwikkeling doormaakt met goede resultaten. En daar zijn we gewoon super trots op. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel.